Welkom bij de Speedbooks online demo. In deze video laten we je stapsgewijs zien hoe eenvoudig Speedbooks werkt. Ga naar Administratie bewerken. Klik op Rubriceren. De grootboeknummers moeten van links naar rechts gesleept worden. Klap de rubricering uit totdat u niet verder kan. Dit noemen wij het diepste niveau. In het voorbeeld beginnen we met een paar omzetregels. Zoek de grootboeknummers van de omzet in de linkerkant. Klik op het juiste grootboeknummer om deze te selecteren. Nu klikt u nogmaals op het grootboeknummer. Maar nu houdt u de linkermuisknop ingedrukt en sleept u het grootboek naar het juiste kopje. U kunt ook meerdere grootboeknummers selecteren. Dit doet u door Ctrl of Shift te gebruiken tijdens het selecteren. Alle grootboeknummers van de omzet zijn nu samen onder één kopje gezet. Dat betekent dat de omzet als één bedrag in het rapport gepresenteerd wordt. Wanneer u de omzetrekeningen los van elkaar wil zien in het rapport, moet dit aangepast worden in de rubricering. Dezelfde omzetrekeningen worden nu elk onder een eigen kopje gezet. De omzetrekeningen staan nu elk onder een eigen kopje. De omzet wordt nu elk onder een kopje gepresenteerd. Alleen hebben ze nog niet de juiste benaming in het rapport. Er kan op twee manieren een benaming worden aangepast in Speedbooks Online. Zet dit vinkje aan en de benaming van de grootboeknummers wordt meegegeven aan de rubriek. Of klik op het potlood achter de rubriek om de benaming handmatig aan te passen. Bij rubrieknaam kunt u de juiste benaming opgeven. Een rubriek die handmatig is aangepast is altijd leidend. Zoals u kunt zien zijn alle benamingen meegegeven. In dit voorbeeld rubriceren wij ook een aantal balansposten. Klap de rubricering weer helemaal uit, zodat u weer op de juiste plek op het diepste niveau bent. Zet de grootboeknummers elk onder een eigen rubriek. Balansposten, zoals de rekening courant of BTW, kunnen zowel credit als debet zijn. En dit kan per maand verschillen. In Speedbooks Online kunnen wij dit zo instellen dat de rekening automatisch naar het juiste kopje gaat. Dit kan door middel van automatische salderingen. Klik op het potloodje. Klik bij tegenrekening de locatie aan van wat de tegenhanger is. In dit geval is dat passiva, kortlopende schulden. Schulden aan kredietinstellingen, rekening courant bank 1. Wanneer de standaardwaarde van de rubriek verandert in credit of debet, wordt het grootboeknummer automatisch naar de andere kant gezet. Hiermee kunt u zoeken in de rubricering naar een grootboeknummer of een omschrijving. U bent klaar met de rubricering wanneer er geen grootboeknummers meer aan de linkerkant staan.
Verder moet er bij de balanscontrole een groen vinkje staan. Er mag niet een verschil zijn tussen de balans en verlies en winst. De rubricering wordt automatisch opgeslagen. Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met onze Speedbooks Online Helpdesk.